Jaarlijks neemt de bevolking van Assen met zo'n 1000 inwoners toe. Zoals gezegd moeten de voorzieningen met deze ontwikkeling meegroeien. Er moet ruimte worden gevonden voor woningen, niet alleen in uitbreidingsplannen, maar ook op inbreilocaties. Kinderen, maar ook volwassenen, moeten dichtbij naar school kunnen. En waar mensen wonen, daar moeten ze ook de nodige ontspanning kunnen vinden. Op een van de kinderboerderijen in de gemeente bijvoorbeeld. De Hofstede, in combinatie met een wandeling door het Asserbos, de Beekdalhoeve in Marsdijk, de Pittelstee, de kinderboerderij in Assen-Oost of in de Lariks, aan de rand van het Lariksbos. Kansen genoeg om beesten te kijken. Ook kerkelijke activiteiten vinden hun plek in Assen. Of het nu in een redelijk modern gebouw is, als dit van de Maria-parochie, of in de Nederlandse hervormde Jozefkerk, een klassicistische waterstaatskerk uit 1848. Dit is het 7e stadhuis van Assen. Hiervoor was de gemeente gehuisvest in onder meer een omgebouwd klooster, een slooprijp woonhuis en een voormalige herberg. Bartje heeft ook deze overgang overleefd. Het originele beeld van de held heeft in de hal een plaatsje gevonden. Regelmatig vinden er exposities plaats in de hal, zoals in dit geval de Hartslag van de Molukken. De motorcoureur lijkt regelrecht op Theater Diana af te rijden. Geen wonder, gezien de aantrekkingskracht van dit multifunctionele onderkomen. Een theatercafé, een keldercafé, een cocktailbar. Alle gelegenheid om iets te organiseren. Of het nu gaat om een bedrijfsfeest, bruiloft, presentatie, schoolfeest of een receptie. Het hoort bij dit Hotel De Jonge, het meest gerenommeerde horecabedrijf in het hart van de Drentse hoofdstad. Maar als het weer mee zit, blijf je natuurlijk niet binnen. Met welk doel je ook beweegt, in Assen heb je daar een prima omgeving voor. Het Asserbos bijvoorbeeld. Een deel hoort tot de oudste stukken bos van Nederland. In zijn huidige vorm is het aangelegd door landschapsklerk Wolter Hendrik Hofstede in de tweede helft van de 18e eeuw. Het heet ook wel Sterrenbos vanwege de stervormig aangelegde paden. Dat was toen de mode. In het Asserbos is natuurbeheer tegenwoordig het uitgangspunt. Kwestie van natuurlijke verjonging en gericht aanplanten van inheemse boomsoorten. Het resultaat mag gezien worden. Het Asserbos is rijk aan opmerkelijke planten. Niet zo vreemd dus dat er verschillende wandelpaden en natuurpaden zijn aangelegd in deze 100 hectare unieke natuur.